Vele Chinese ondernemers zijn een beetje paniekerig vanwege de uitdagingen binnen de huidige financieel-economische situatie en de invoering van de belasting toegevoegde waarde. Dit zegt Xuan Ru Wang, assembleelid van de VHP, in gesprek met de redactie. Anderzijds stelt hij dat ondanks de vele obstakels de Chinese zakenmensen zich niet uit het veld laten slaan. Ik heb wel met ondernemers gesproken. Ze zijn natuurlijk een beetje paniekerig. Ik zou dat woord demotiveren niet gebruiken, want we hebben ergere situatie gekend. En ik denk dat demotiveren onze laatste optie is wat we moeten doen in ons leven. We moeten altijd uitdagend als een uitdaging zien en de uitdaging wel aan kunnen gaan. Ik heb wel met ondernemers gesproken en ze zijn een beetje paniekerig. Ze zijn een beetje nerveus over de koerssituatie. Maar ik heb ze eigenlijk ook gelijk verteld wat eigenlijk de oorzaak hiervan is. Met de invoering van BTW zijn ze natuurlijk een beetje paniekerig. Dan het grootste probleem eigenlijk nu binnen de ondernemers, met name de Chinese wereld, is dat eigenlijk niet voldoende informatie is gegeven aan de groep. Wang zegt verder dat het niet bij de groep bekend is wat er precies moet gebeuren met het BTW-vraagstuk. Hij merkt op dat dit het grootste obstakel is op dit moment. Daarnaast is het probleem van de effecten die de koers met zich meebrengt een grote tegenvaller. We weten allemaal dat wanneer u praat over uitdaging, dan denk ik gelijk van, ik geef een voorbeeld, dat van BTW. Het is een grote uitdaging. Niet alleen voor de Chinese groep, voor alle ondernemers, voor alle Surinamers, van alle lagen is het een heel grote uitdaging. Maar we moeten de uitdaging wel aan kunnen gaan. Want we weten wel dat met de implementatie van BTW, theoretisch, wel voordelen gaat brengen aan de staat Suriname, ons land Suriname. En als we kijken naar de andere landen, dan hoef ik niet eens Nederland te noemen die ver ontwikkeld is, maar als we gewoon kijken naar onze buurlanden, Guyana, bijvoorbeeld Barbados, ja, Brazilië, ze hebben allemaal BTW. Wang zegt dat het niet zo mag zijn dat een groep ondernemers rijker wordt vanwege een smokkelcultuur. Dit terwijl de staat op dezelfde standaard blijft. Er moet spoedig verandering komen hierin, meent het parlementslid. Hij stelt dat transparantie nu van kracht moet zijn.